Porsche Cayenne van de huidige tweede generatie gaat al mee sinds 2010. En dat betekent dat hij ongeveer halverwege zijn levenscyclus is. En dat betekent weer tijd voor een facelift. En je ziet het misschien niet meteen, maar Porsche heeft het echt heel rigoureus aangepakt. Veel meer dan alleen die geëikte dingetjes als koplampen, achterlichten en bumpertjes. Nee, het is behoorlijk. Ik zeg het al, die koplampen, achterlichten natuurlijk, bumpers, spoiler achterop, de buitenspiegels zijn anders. En, je zou het niet zeggen, maar de motorkap en de voorspartborden zijn helemaal anders. Van binnen zijn de wijzigingen wat minder, zijn wat nieuwe materialen en kleurstellingen en het meeste in het oog springt natuurlijk dit gloednieuwe stuurwiel. Maar ook technisch is er behoorlijk wat aangepast. Ik begin even met het chassis. Porsche zegt, het chassis nog verder te hebben gefine-tuned. Ik wil het best van ze geloven, maar ja, het probleem is dat het chassis van de Cayenne van voor de facelift, de tweede generatie Cayenne, al zo ontzettend goed is. Dus wat wil je daar nog aan verbeteren? En waarom zeg ik dat het zo goed is? Nou, ik vind het eigenlijk het beste full-size SUV-onderstel wat ik ken van dit moment. Het is een auto die zwaar is, groot is, hoog is. Maar hij gaat zo ongelooflijk precies en scherp door de bochten. Zo neutraal en zo zonder overhellen. Dat het eigenlijk mechanische hekserij is. En wat kun je nou nog veranderen aan hekserij? Nou ja, ze zeggen het, het zal wel wat andere bevestigingspuntjes, wat andere lagertjes en zo. Neem het maar voor waar aan. Wat veel interessanter is, is dat er ook nieuwe aandrijflijnen zijn. Eigenlijk zijn alle motoren aangepast. En bij alle motoren geldt in feite dat ze net wat zuiniger zijn geworden bij het behoud van dezelfde prestaties. Nou, hoe is dat gebeurd? Hier en daar wat wrijving verminderd. Belangrijkste verschillen zijn dat deze automaat, deze 8-traps-automaat, wat geoptimaliseerd is, zit nu ook een zeilfunctie in. Dat wil zeggen dat als ik op de snelweg van het gas afga, dan ontkoppelt hij en dan laat hij de motor stationair draaien. Op het moment dat ik hem weer eventjes het gas aanraak, dan zet hij meteen weer in de juiste of voor die snelheid meest geschikte versnelling. En dat betekent gewoon besparing. Daarnaast zit er een nieuw stop-start systeem op, een nieuwe generatie. En dat zet de motor al af voordat ik helemaal stilsta. En dat zijn weer kostbare seconden. Maar dan nu, jawel, ik werk naar een climax toe. Het echt belangrijke nieuws. En dat zijn twee compleet nieuwe aandrijflijnen. Om met de eerste, het belangrijkste te beginnen, want die kan ik vandaag niet rijden. Dat is een plug-in hybride Cayenne. Jawel, een plug-in hybride Cayenne. We wisten wel dat het eraan zat te komen, maar niet dat hij zo snel zou komen. Nou, ze hebben me vandaag verzekerd, nog deze herfst kunnen we ermee gaan rijden. En dat wordt een plug-in hybride Cayenne met 14% bijtelling. Dat is echt gewoon bizar. Zegt vooral hoe bezopen ons belastingstelsel is. Maar toch, hij komt er. En dat is vooral slecht nieuws voor Volvo. Want het zag er naar uit dat de XC90 de allereerste full-size SUV zou gaan worden met plug-in hybride techniek. Maar dat gaat nu waarschijnlijk Porsche worden. Daar moet ik dus nog even op wachten. Maar waar ik niet op hoef te wachten is deze Cayenne S. Want daar zit ook een nieuwe motor in. En moet je even goed gaan zitten als liefhebber. Want het is ook weer downsizen. Hij is 2 cilinders kwijt. Want als jij je Porsche huiswerk net zo goed hebt gedaan als ik, dan weet je dat de Cayenne S traditioneel een atmosferische V8 heeft. Een 4,8 liter. Die is weg. Die is gewoon weg. Daarvoor in de plaats is gekomen deze motor die uit de Macan komt. En dat is een V6. En om te voorkomen dat die minder presteert, hebben ze er een biturbo opgeschroefd. Dus, we gaan van een V8 atmosferisch naar een V6 3,6 liter met een dubbele turbo. En dat is natuurlijk wel eventjes slikken. Ik heb toevallig vorige week ook diezelfde slik moeten maken bij de M4, de BMW M4 Cabrio. En toen viel het me eigenlijk best wel mee. Bij deze is het iets zwaarder, omdat de motor, deze versie, klinkt zo vreselijk gecultiveerd. Hij klinkt bijna netjes. Zelfs als je een Sport Plus zet, dan heb je wel zo'n lekker brommetje onderin. Maar dat hele karakteristieke, dat pure van die V8, dat mis ik toch echt wel.
dat laat onverlet overigens dat de prestaties niet minder zijn geworden. Nee, die zijn zelfs beter geworden. Want de V8 die had 400 pk en 500 Nm. Deze V6 heeft 420 pk en 550 Nm. Dus onder de streep ga je gewoon nog harder. En dat is bizar hard hoor, want een top van 260 km per uur met zo'n kasteel op wielen is werkelijk fantastisch. Het kan eigenlijk echt niet meer, maar goed, er zitten allerlei bezuinigingsmaatregelen op, dus dan kan het toch weer wel. Blijft natuurlijk slurp met het ding, maar het is een heerlijke SUV. De stevige facelift van Cayenne staat nog deze herfst bij de Nederlandse dealers met dus deze nieuwe motor uit de Macan. En die komt er nog aan, de plug-in hybride, en die gaan we je later laten zien.